Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 20 december. Het is weer een grijze dag vandaag. Lokaal valt er ook wat motregen en het is nevelig. Plaatselijk komt ook mist voor. En de komende 24 uur gaat daar weinig in veranderen. Sterker nog, ook vrijdag en in het weekeinde verwachten we weinig verandering in het weerbeeld. De aanvoer die blijft westelijk en er wordt zachte lucht aangevoerd en in die lucht is dus veel bewolking aanwezig. Soms valt er wat regen of motregen en verder is het ook nevelig. Ook vanavond en vannacht is dat het geval. De temperatuur ligt rond de 7 graden en er staat een zwakke wind uit westelijke richtingen. Het zicht duikt op veel plaatsen onder de 1000 meter. Ook kan het wat miserig worden. Dat geldt ook voor de nacht. Ook dan temperaturen zo rond die 7 graden. Eigenlijk verandert er nauwelijks wat in het weerbeeld. Morgen begint de winter om 17.28 uur om precies te zijn. Maar van winters weer is niets te vinden op de weerkaarten. Want ook morgen zien we nog steeds dat grijze weerbeeld. Met hoge temperaturen, ook, tussen de 8 en de 10 graden, liggen de maxima in de middag. Verder waait een matige noordwestenwind. Op vrijdag heel misschien wat zon in het noorden van het land. De wind draait naar het noordwesten, trekt ook iets aan. Mogelijk zien we daar een paar opklaringen. Maar elders blijft er toch veel bewolking en valt er ook nog steeds een spatje regen. Dat geldt ook voor het weekeinde. Het is weliswaar overwegend droog. Maar zo af en toe wat lichte neerslag mogen we zeker niet uitsluiten. De wind trekt wat aan en die wordt matig tot vrij krachtig. En smiddags is het tussen de 8 en de 10 graden. Dan kijken we ook nog even na het weekende, want dan zijn de kerstdagen en dan zien we dat de temperatuur nog steeds hoog blijft, ook maandag en dinsdag, zo tussen de 7 en de 10 graden. Van een witte kerst is dus voorlopig geen sprake.